duidelijk dat we richting Scharpoort uitgekomen zijn. Inderdaad, in de Schouwburg staan we. En binnen zoveel tijd zal hier het blijspel opgevoerd worden. Oscar door het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist. Willen wij natuurlijk alles over weten. In één van de bestuursleden naast mij, die kan daar alles over vertellen. Hè, wat Oscar zal precies brengen. Ja, Oscar is eigenlijk een enorme komedie van de Franse kunstenaar Claude Manier. Maar het is helemaal verplast geweest naar Knokke-Heistse situaties. Dus het gaat over Jan van Knokke. Die is van Knokke, geboren Knokkenaar. En dat is een zeer rijke man. En die heeft een parfumerie en een savonneriefabriek in het Walletje. Een superrijke man. Hij heeft ook een zeer bazige vrouw. Hij is daar, die vrouw alleen maar getrouwd omdat ze stiefrieke was. En op een zekere dag komt een van zijn werknemers hem een bezoekje brengen. En die werknemer die heeft een aantal verrassingen voor hem in petto. En wat die verrassingen zijn, ja, dan moet je natuurlijk naar het toneel komen kijken. Nee. Dus voilà. Oscar is een komedie om de vingers van af te likken, maar een beetje op zijn knoks gebracht. Ik denk, of ik ben ervan overtuigd, jullie zijn niet aan jullie proefstuk toe. Wel, het KTKH, het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist, bestaat eigenlijk onder de vijf jaar. We zijn dus zeker niet aan ons proefstuk toe. Zelf ben ik al 42 jaar lid van de toneelkring. En na 2 jaar corona is het weer tijd om te spelen. Oké, hoe makkelijk is het om mensen, om acteurs te recruteren in zo'n gezelschap? Moeilijk, zeer moeilijk. We merken dat na corona dat het er niet op vergemakkelijkt is. Vooral jonge mannen missen me. Mm-hmm. Ja. Hoe intensief is nu zo'n toneelstuk onder de knie krijgen? Ik bedoel, hoe vaak moet je dat eventjes gaan repeteren tot de stukken ervan vliegen, bij manier van spreken? Ik kon een keer op zijn klok zeggen. We zien wie er begon in september. En dat was dus in feite 2 keer per week dat we moesten repeteren. En dan de laatste maand is dat eigenlijk 3 keer per week. Dat is zeer intensief. En ik moet eerlijk zeggen, om dat allemaal van punten te leren, dat is een ferme opgave. Dat is, maar je moet heel sterk kennen. De hoofdrol speelt, moet je te kennen en hij moet van alles op de hoogte zijn. Dus het is wel redelijk intensief. Maar we hebben een fantastische groep. We steunen elkaar. We hebben stief veel leuten. Aan de kerijn zitten. Kregen we zeer veel goede feedback van onze regisseur. Die wel streng is, maar heel rechtvaardig. Maar de tekst is een zeer zware dobber. Ik spreek niet voor mezelf. Het is waar. Maar we doen ons best. Oscar, de repetities zijn gestart vanaf september. Ja. December de opvoering. De juiste data, de juiste uurregeling lijkt mij ook superbelangrijk. Dat je hier niet staat te niksen. Ja, wel. We beginnen dus met de première. Donderdag de 15e december. En dan hebben we nog een tweede en een derde voorstellingen. Vrijdag de 16e en zaterdag de 17e. Maar voor de vrijdag is het volledig verzet. De zaterdag scheelt die vele. En er zijn nog een paar kaartjes free voor de donderdag. Dus als je Oscar en heel de equipe wilt bewonderen, hou je moet rap zien. En wat moet je dan doen om naast rap zijn? Ja, naar het cultureel centrum Scharpoort. Rennen, hollen, telefoneren, stalken. De bestuursleden telefoneren of naar de website www.ktkh.be. Maar het veiligste is iemand van het bestuur aanspreken. Weet je wat we gaan doen? We gaan een stukje van die repetitie meegeven. Ja, maar dat is een vrij goede dag. Oké, succes. Merci. Meneer Van Knokke, ik weet dat je hier begrip in de vent zit. En vanaf dat je de reden gaat kennen, dat me ertoe gebracht hebt... Moet zeggen, de allerjong, kun je niet te zorgen komen, alsjeblieft? Allee, wat is elder? Het is al prima in orde, meneer. Wat doe je toch, godverdomme? Ik kom om een weddenverhoging vragen. Wat? Zie je die beschaamd? Dat je me niet snuis troeg, de nacht in bedden komt rutten voor loonsverhogingen te vragen? Meneer Van Knokke, vanaf dat je weet... Weet, moet ik niet weten? Mijn leven hangt ervan af. Mooi jongetje toch. Stel ik je voor dat al mijn personeel me alle uit mijn bedden komt rutten voor hun levensgeschiedenis te vertellen. Hij ziet je niet ooit zeker, hè? Voor mij is het ondertussen duidelijk geworden dat er heel wat power in Oscar, in het toneelstuk Oscar, zit. Je hebt alles begrepen wat je moet doen als je dat wil meemaken. Dus ja, meer hoef ik er niet meer aan toe te voegen.